Comarch is een softwarebedrijf. 23 jaar geleden, ongeveer 23 jaar geleden, door een telecomprofessor uit de grond gestampt. Op dat ogenblik werden er eigenlijk softwareoplossingen voor telecomoperatoren gecreëerd. Specifiek aan de netwerkzijde, nadien ook aan de businesszijde. Die business is uitgebreid. Dus wat doet Comarch heden ten dagen? Wij hebben een volledig portfolio aan oplossingen voor telecomoperatoren. En dan spreken we zowel over tier 1, tier 2 operators, maar ook MVNO's behoren daarbij. Dus als ik het heb over een volledig BSS en OSS portfolio, dan spreken we zowel over systemen zoals de gebruikelijke CRM-systemen, billing-systemen, maar ook aan de netwerkzijde, aan de OSS-zijde, hebt u bijvoorbeeld de assurance-systemen of de network planning-systemen, dergelijke meer. Dus wat dat betreft leveren we een volledig plaatje af aan telecomoperatoren. Aan de traditionele telecomzijde ga je natuurlijk de netwerken moeten verbeteren, optimaliseren. We hebben ooit, lang geleden, was het nog met de gsm waar dat je enkele zaken via internet kon mee opvragen, was zeer beperkt. Ondertussen zijn we geëvalueerd, we hebben 2G, 3G, 4G. We zitten nu ondertussen al aan 5G bijna, daar wordt veel over gesproken. Dus enerzijds is onze visie om uiteraard te ondersteunen waar we kunnen om naar 5G te evolueren, om sterke netwerken te bouwen, goede netwerkdekking overal te hebben. Anderzijds, wat is onze visie naar M2M bijvoorbeeld of Internet of Things? Daar willen we ook zien dat we mee kunnen helpen in die markt. En dus ook daar gaan we echt, de tool van Comarch daar is om echt een voortrekkersrol te spelen en doorgedreven onderzoek zelf te leveren, maar ook anderen te helpen met dat te kunnen leveren. Wel, ik zou uiteraard kunnen antwoorden met een aantal traditionele voorbeelden, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, ik kan er verschillende op noemen. Iedereen zou de antwoorden daarop kennen en de redenen ook, dus ik ga er verkiezen om even voor een iets minder conventioneel antwoord te gaan. Ik heb ooit les gehad van David Venter. David Venter is nu vandaag de dag een onderhandelingscoach aan de Vlerick Management School. En was jarenlang de rechterhand van Nelson Mandela tijdens de overgang van apartheid naar democratie. Wat heeft men nu zo geïnspireerd aan die man? Die man heeft een ongelooflijk sterke kennis, onderhandelingskennis, dispuutresolutiekennis, heeft tegelijkertijd een ongelooflijke set van skills, heeft alle mogelijke negotiaties gedaan, heeft voor alle grote bedrijven van automotive tot telecom gewerkt. En tegelijkertijd is die man, het eerste wat hij zegt als hij je ziet, is just call me David. En dat typeert hem. En de man is de nederigheid zelf gebleven. Ik vind dat een zeer mooie combinatie. Dat is voor mij een persoonlijk streefdoel ook. Dat is enerzijds wel de kennis en de skills verzamelen en kunnen gebruiken. En tegelijkertijd nederig en, laten we zeggen, sympathiek blijven. Ik vind dat belangrijk. Een hele leuke vind ik zelf is Evan Spiegel. Evan Spiegel is de CEO en de oprichter van Snapchat. Op zijn tijd, nog altijd toch ook, het is nog steeds een actueel bedrijf, toch ook wel redelijk disruptive. En hij heeft ooit in een interview gezegd, en ik kan het parafraseren, want het is een redelijk lang citaat, maar wat hij zegt komt erop neer dat je begint niet aan disruptie als doel. Je begint niet aan een product te werken met een aantal ingenieurs in een achterkamer, bij wijze van spreken, wanneer je besluit, kijk, nu gaan we eens lekker disruptief zijn, dit gaan we volledig anders aanpakken. Nee, waar het start is eerder bij, kijk, we hebben hier een product, we zien daar een product of een dienst, we zien daar een probleem mee, dat moet beter kunnen, we gaan dit innoveren, we gaan dit verbeteren, sterk verbeteren, en soms kan dat volledig leiden tot disruptie door dan van ground zero te beginnen. Maar waarom vind ik dat een leuk citaat van hem? Hè? Als u wilt, kan u dat uiteraard opzoeken, dat citaat. Het is zo'n leuk citaat omdat het heel goed weergeeft dat echte disruptie puur niet van nul kan beginnen. Dat alles wat we nu hebben nodig is om disruptie te creëren. Want het is van daaruit dat het denkproces van disruptie echt vertrekt. Wel, ik vind het belang van dergelijke events bijzonder groot, hè? Want uiteindelijk is het op dergelijke bijeenkomsten dat mensen uit de industrie zien van, kijk, waar zijn andere bedrijven mee bezig? Op die manier misschien zelf ook tot denken aangezet worden van, kijk, hier moeten we misschien ook eens over beginnen nadenken, hier moeten we iets mee evalueren. Of net tegenovergestelde, zien van, kijk,
iedereen is hier blijkbaar mee bezig. En wij dachten dat we een unieke start-up waren. Jammer, maar helaas. Voor dergelijke zaken, ik vind dat bijzonder belangrijk. De knowledge sharing die daar kan gebeuren, vind ik bijzonder goed.